Wat betekent daar een magnet voor de patiënt? Dat wil zeggen dat er goede uitkomsten zijn voor de patiënt. Er wordt gekeken dat er bijvoorbeeld geen drukletsels zijn. Hij komt ook in een omgeving, in een context waar dat verpleegkundigen in een goede werkomgeving zitten en die ook goed opgeleid worden, zodat die excellente verpleegkundige zorg kunnen leveren aan de patiënt. Dus de patiënt heeft alle voordeel erbij om in een magnetziekenhuis gehospitaliseerd te worden, omdat hij omringd wordt door de beste zorg. Het is ook zo dat die verpleegkundigen eigenlijk heel interdisciplinair gaan samenwerken met alle mogelijke zorgverleners die rond de patiënt die heel goede zorg moeten bieden. En dat is eigenlijk het perfecte klimaat voor een patiënt om dan die beste zorg te krijgen. Hoe wij concreet hebben gewerkt rond die uitkomsten rond de patiënt, is eigenlijk op drie niveaus. We hebben één niveau waarbij dat er klinische indicatoren, dus we zijn gaan kijken hoeveel valincidenten gebeurden er bij de patiënt, hoeveel decubitus doorlichtwonden zijn er bij de patiënt, hoeveel ziekenhuisinfecties zijn er ontstaan, en die hebben we continu opgevolgd. Een tweede stuk waar we ons op gefocust hebben is de verpleegkundige werkomgeving. Dat is dan meer langs de kant van de verpleegkundige. Maar de verpleegkundige, als die goed ondersteund is, kan die goede zorg leveren. En dat is heel belangrijk. En een derde punt hebben we ons gefocust rond de patiënttevredenheid, waarbij dat we gaan peilen naar de patiënt hoe tevreden hij is van de zorg, hoe er omgegaan wordt met pijn en dergelijke meer. Het is ook zo dat verpleegkundigen in de dagelijkse praktijk van werken op een verpleegafdeling daar heel nauw bij betrokken worden. Dat eigenlijk van hen uit mee dat engagement gevraagd wordt om richting die uitkomst voor de patiënt mee te denken en daarmee verbetervoorstellen rond te formuleren, zodanig dat ook die verbeteringen die dan gerealiseerd worden een stuk mee door hen gebouwd en ontwikkeld worden. En dat maakt ook dat je natuurlijk als je dan een verbetering realiseert op afdelings- of op ziekenhuisniveau, dat dat ook enorm motiverend werkt voor hun. En weer impact heeft op die werkomgeving die zij als positief moeten ervaren om eigenlijk die professionaliteit te kunnen bouwen en zich ook weer dagelijks goed te voelen in datgene wat ze doen. Patiëntbetrokkenheid is heel belangrijk en de komende jaren gaat dat zeker nog toenemen. We hebben een start genomen met bedside briefing, waarbij de verpleegkundigen van de Nursing Council, dat is een groep die rond specifieke topics werkt, daar zich dieper op gaan toeleggen was en de patiënt mee betrokken heeft tijdens het overleg aan bed. Dus dat wil zeggen dat de overdracht gebeurt van de ene shift naar de andere shift aan bed van de patiënt, zodanig de patiënt ook een inbreng heeft van wat dat er gebeurd is. En vaak is de patiënt ook zelf op de hoogte van wat er met hem gebeurd is. Wat een heel mooi neveneffect is van de bedside briefing die we hebben kunnen introduceren in ons ziekenhuis, is eigenlijk dat je merkt dat patiënten, als ze die bedside briefing hebben meegemaakt en daar dus aan hebben geparticipeerd, dat ze nadien veel minder frequent bellen. Mm-hmm. In de eerste periode, nadat die briefing heeft plaatsgevonden, zijn er veel minder beloproepen waarover een verpleegkundige zich beter kan voorbereiden op de shift die op dat moment ingezet wordt en bijvoorbeeld medicatie of wondzorgmateriaal of bepaalde dingen die zij nadien in een volgend zorgmoment zal nodig hebben, dat zij op een minder verstoorde manier die zorg kan voorbereiden. En dat is eigenlijk een plus voor haar, ja. Maar het toont ook wel mooi aan dat de patiënt heel gerustgesteld is en goed geïnformeerd is en op dat moment ook tevreden is om eventjes die tijd alleen in de kamer of met bezoek door te brengen. Binnen een magnet wordt vaak gezegd magnet journey, dat is eigenlijk letterlijk vertaald de magnetreis. En dat typeert ook, zoals we juist aangaven, die cultuur en dat die cultuur heel belangrijk is. En een reis wil zeggen, het einddoel is niet voor ons het behalen van die magnetherkenning, maar ze eigenlijk continu werken rond verbeteren, rond die cultuur van leren en zodanig dat andere mensen ermee op kunnen inpikken en dat we daar verder in de toekomst kunnen mee rondwerken. Eigenlijk moeten we de verpleegkundigen van de toekomst echt leren om veel meer te luisteren, veel meer te praten, veel meer in te zetten op die educatie, op dat relaties leggen, interdisciplinair samenwerken. Dus echt die volwaardige professional en niet meer die een uitvoerende verpleegkundige van het verleden. Ik denk dat onze verpleegkundigen nu dat al niet meer zijn. Hè? Die louter uitvoerende verpleegkundigen van vroeger, ik denk niet dat je die in het USA nog gaat vinden.
Nee, maar dat of het zal in zeer beperkte mate zijn, denk ik. Dat is wel de cultuur natuurlijk, dat wij ook verpleeg... Allee, daar werkt die magnet ook sterk rond verpleegkundige autonomie. En dat is juist wat we daar aangeven, dat verpleegkundige dat die meedenkt en dat dat niet enkel de uitvoerder is, maar dat die meedenkt met gans het proces en meewerkt aan de zorg. En dat je niet, ik ben maar verpleegkundige, dat zouden hier in het ziekenhuis eigenlijk niet mogen horen. Ik ben de verpleegkundige en ik beslis mee en ik overleg samen met mijn collega's. Mm-hmm.